zijn dan met een hele oude gevangenis. Oost-Duitsland? Cool. Oost-Duitsland. Best een cool ding. Echt heel oldschool. Dus dorpsgevangenis een beetje. Ik denk het wel, ja. Benieuwd. Uit de knaast. Ik ben benieuwd wat we gaan aantrekken. Ja. Ah, leuk dingetje, man. Lekker of die paar keer renoveerd is. Ga naar binnen, bro. Nou, dit is tralies, hè? Ja. Zo. We gaan dus een straf. Oh, de lens is goed af. Ah ja, even schoonmaken. Ja. Thanks, man. Nou, ik ga hier langzaam het gevangenisgedeelte in. Dat zouden zware jongens zoals Ilko vast. Ja, tralies. Ik zou jou in een kelder stoppen. Ja, misschien. Ik heb een redelijk goed raam, vind ik. Daar kom je niet uit. Als deze al open was, dan had je al een hele stap, hè? Ja. Ah, vet man. Lijkt er meer op, hè? Oh, hey. Mooi bed. Wat je bed gaat doen. Wat creepy, man. Echt heel eerie. De eerie places. Grappig, man, met een multifunctionele kamer. Denk ik niet dat ik dat eerder gezien heb ook. Klopt niet. Weet je, als ik gewoon van die stapel ben. Ja, er zit een metalen wc erin. Zo, licht er weer. Kijk je dat eruit eens zien. Ik dacht dat het allemaal stil jongens waren, maar ze hielden wel van modelbouw hier en treintjes. Boven kijken? Kom maar eens kijken, ja. Misschien heb je daar nog een blok. Hier is de binnenplaats weer. Je mag aan een Duits slot ook denken, hè? Alles ja, hè? Alles heel krap en nauw en kleine trappetjes. Het is een oordeling, is die bestaan. Ja, inbreker Ilko. Ja. Krijgt hier 6 maanden voorwaardelijk. Ja, mooie derde, opgemaakt en wel. Oh ja. En een mooie luxe toilet. Ik kan me wel voorstellen dat ik moet scheiden en ik naast jou moet zitten. Je hebt al dadelijk te snurken daar. Bedje? Ook mooi opgemaakt. Bedje, net bedje. Doe ik vanuit. Cool. Even kijken of ik iets kan zien. Oh, deze is hetzelfde. Ah, exact hetzelfde? Ja, deze is nog mooier zelfs. Toffe locatie, bro. Oh ja, oh, vet ja. Ziet er echt goed uit. Ah. Maar redelijk luxe vind ik als je maar in persoon zat, hè? Stagging. Typisch geval van staging. Handdoekje aan de muur. Might they just left. Ja. Oh ja, hier. Ik vind het best een nette gevangenis. Ja. Toch? Lijkt wel of hij heel lang heeft dichtgezeten ook. Dat hij pas recent is opengemaakt. Ik denk heel lang. Ja. Want het ziet eruit, want de kleiners die ik vond, waren van 1982 en zo. Ja, ik denk dat die zo 15 tot 20 jaar dicht is geweest. Ja, zeker. Ja. Ja, ik denk een beetje naar de val van de muur. Ja. Begin jaren 90 denk ik gesloten. Het is wel echt oude stijl hoor, dit. Volgens mij heb je ook nog padded cells hier, want die isoleercellen, man. Oh, ik wil nog verder naar boven. Kijk ook. Zo, een beetje privacy zelfs hier. Ja. Zo. Toilet. Even checken. Ik kom zo naar jou toe. Zo, er heeft iemand nog recent gebruik gemaakt van de wc hier. Ja, dat is beter dan die stoel erachter, jongen. De regels. Hygiëne. Ja.
Bob heeft zich weer niet aan de afspraak gehouden. De regels weer overtreden. Ja. Ah, jongens. En? Ah. Nou, dat verwacht ik eigenlijk in de gevangenis, zei. Ja. Is het in IT? Nee, nu. Oh. Wat staat er? Een hele week, weekplanning. Wat staat er op het menu dan? Wat eten we? Dinsdag, schnitzel. Spiegel. Ziet er prima uit. Je raakt wel snel de weg kwijt hier, man. Ja, of niet helemaal. Het ziet allemaal hetzelfde uit. En hier zijn we ook nog geweest, misschien moeten we dan daar. Ik ook een onder en naar boven. Jeetje. Ja. Boventje? Ja. Zijn jullie toch al geweest? Het lijkt allemaal op. Het zou kunnen. Ik weet niet of dit niveau zijn geweest. Even kijken. Nee, die heb ik ook naar boven geweest. Hier. Eens kijken. Ja. Toch groter dan je denkt zo, hè? Ja, zeker. Omdat het over drie niveaus gaat. Ja. Nou, dat weet ik niet. Ik herken het wel een beetje, heb ik het idee. Ja, zo'n step en zo, dat is wel heerlijk verkiefd. Zie je dat? Lekt het af, denk je? Zie je dat? Ja. We hadden echt wel een paar dingen behouden zijn hier. Ja. De deur had zwaar. Het zijn flinke joekels, hè? Val mee, vind ik. Dat was zware houten deur. Ja. Ik dacht net even in het begin van er zijn maar twee vleugels of zo, maar. Ik heb er een gestopt hier. Oh ja, jeetje. En dan gaat het. Terug? Misschien die kan even komen. Daar is hier een ander gedeelte zoeken, hè? Ja. Ik wil nog gek worden, man, als je hier opsluit. Zo, echt wel. Ja, op iedere hoek zie je ze. Dat was wel even stop, zie ik. Ja? Het is de makkelijkste gevangenis die ik ooit gedaan heb. Ja, snap ik. Normaal is het 8 meter ladderwerk. Of met ladders en alles over zo'n reservoir als ik kan. En dan krijg je een leven in te zien. Ja. Fotografieren doe. Zou je werk gaan beginnen. Let's go.